Hoi hoi, en welkom bij een andere aflevering van Birology, waar je geleerd met mij, Rita. In deze aflevering gaan we praten over monogeen aandoeningen. Veel eigenschappen worden beïnvloed door meerdere genen. Je lengte is daar een voorbeeld van. Eigenschappen die door meerdere genen zijn bepaald, komen voor als een spectrum. Dat betekent dus dat dit niet A of B is, maar dat je een hele reeks aan opties hebt. Je kan op een extreem zitten, zoals heel kort of heel lang zijn, maar ook ergens ertussenin. Toch zijn er ook eigenschappen die door één gen bepaald worden, zoals bij koeien het wel of niet hebben van horns. Er zijn ook aandoeningen die door één gen bepaald worden. De aandoening kan natuurlijk dominant of recessief zijn. Dus als het dominant allel de informatie voor de aandoening draagt, kun je ziek of gezond zijn. Maar bij recessieve aandoeningen kun je ziek, gezond of drager zijn. Dragers zijn gezonde mensen waar één van de twee allelen recessief is. Ze zijn dus heterozygoot. Deze mensen hebben dus één gezond allel en één ziekmakende allel. Maar het ziekmakende allel is recessief, dus ze zijn zelf niet ziek. Stel je hebt twee heterozygote mensen. Je weet nog niet of de aandoening dominant of recessief is. Ze willen een kind hebben, maar ze willen eerst weten wat de kans is dat hun kind de ziekte krijgt. Als je een kruisingschema maakt, krijg je daarna deze vier antwoorden. Ik vertel je dat de kans op een homozygoot gezond kind gelijk is aan 25%. Kun je me dan vertellen of deze aandoening dominant of recessief is? Zet de video op pauze om erover na te denken. Ik ga in deze aflevering meerdere vragen stellen. Dus als je na elke vraag eerst wilt bedenken wat het antwoord is voordat je naar de uitleg luistert, zet de video op pauze, want ik ga na elke vraag gelijk door met de uitleg. Nu terug naar mijn eerste vraag. Weet je met de informatie dat je al hebt of het een dominante of recessieve aandoening is? Nee hè? Homozygoot gezond kan met hoofdletters of kleinletters zijn, afhankelijk van de dominantie van de ziekte. En als ik er nog bij zeg dat de kans op een gezonde kind gelijk is aan 75%. Kun je me nu vertellen of de ziekte dominant of recessief is? Ja, dat kan. Je weet dat er 75% kans is op een gezond kind. Dat betekent dat er maar 25% kans is op een ziek kind. De ziekte moet dus recessief zijn, anders zouden de percentages omgedraaid zijn. De homozygoot gezond is gelijk aan twee hoofdletters A. De heterozygoten zijn in dit geval dragers en de homozygoot recessief genotype is ziek. Stel dat ik nu zeg dat de kans op een gezond kind gelijk is aan 25%. Nu weet je dat dit een dominante aandoening moet zijn. De homozygoot recessief genotype is gezond. De andere twee, de heterozygoot en de homozygoot dominant, zijn ziek. Hierbij zijn dus geen dragers. Nou, nu weet je wat monogeen aandoeningen zijn. Dus we kunnen gaan afsluiten. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als iets nog niet duidelijk is, lees er een stukje nog eens terug. Doei en tot snel.